rode loper waar acteurs, actrices en BN'ers op staan en journalisten die hen vragen stellen. Voor het eerst in maanden gebeurt het weer. En dat is ook voor de kinderen die meespelen in de film natuurlijk een bijzonder moment. Ja, ik vind het superleuk. Ik vind het super tof. Ja, want ik heb wel lang op gewacht. Ik heb er echt heel erg zin in. Ik heb hem zelf toch niet kunnen zien, dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, het maakt het wel wat bijzonderder, omdat je er zo lang op hebt gewacht. Want het is nu al een jaar geleden al dat we hebben opgenomen. Spannend en leuk, sinds tijden weer. Normaal doen we dit één keer in de maand ongeveer. En nu hebben we een hele tijd erop gewacht. Er ligt een piratenschip in de straat. De film gaat over een kustplaatsje dat op stelten wordt gezet als er een piratenfamilie komt wonen. Het is een piraat. Dat zei ik toch? Ik heb met Sam eerder een film gemaakt, met Samuel. Ja. Maar die andere twee, Matty, het is één groot feest. Ik vind het op dit moment echt de beste drie acteurs op deze leeftijd van Nederland. Meen ik echt. Het was een eer om met ze te mogen werken. Vind ik echt. Ik speel de papegaai zonder naam. En hoe klinkt dat dan? Ja, een beetje zoals een papegaai. Dus ik praat een beetje binnensmonds. Dat was heel gek voor mij, want normaal ben ik best wel uitbundig en luid. En dan moest het heel klein blijven. Dus het was wel leuk. Heerlijk. De film zou eigenlijk al in april uitkomen, maar omdat de bioscopen toen dicht moesten, werd de première uitgesteld. Ja, heel jammer, want ik had me natuurlijk heel erg op verheugd en ik wil graag heel erg zien waar ik zo lang voor heb gewerkt. Maar ik snapte het ook. Dus dacht ik wel, het was wel heel jammer. Maar ja, nu komt het toch en het is toch goed gekomen nog. Het is niet de enige film die door corona is uitgesteld. De première van de nieuwe James Bond film is verzet naar november. James Bond. En de film Mulan werd onlangs voor de tweede keer uitgesteld, naar augustus. Toch zijn hier nog een aantal maatregelen genomen om te zorgen dat de première corona-proof is. Op de rode loper bijvoorbeeld. Het is eigenlijk gewoon wat je verwacht van de bioscoop, maar het is wel gewoon lijnen op de grond. Sorry dat jullie storen, maar je moet achter de lijn. Oh, ja, thanks, shit. Thanks. Oh, anderhalf meter. Ja, oh. Anderhalf meter. Ja. Dus zo gaat dat dus, ja. Anderhalf meter. Ook worden mensen over meerdere zalen verspreid, zodat iedereen goed afstand van elkaar kan houden. Maar de kinderen hoeven daar, door de versoepelingen van vandaag, dus geen rekening meer mee te houden. En dat vinden ze heel fijn. Dat het eindelijk weer mag. We hebben natuurlijk een hele lange tijd afstand gehouden. Maar het is wel fijn dat we minder op hoeven te letten.